Donald Biscuit, ja, dat is er ook één inderdaad. Oh! No, 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 no. Nee, die ga ik zo niet redden. Ja, daar zat iets. Aha! Als er echt... Ja... Ik zit daar ook vaak... althans, ik zat... ding is te volgen, weet die? Dexter Boy. Alleen... Ja... Nee... Die... Ja... Ik weet niet. Dus tegenwoordig lijkt hij met veel... Hij is nou veel meer bezig met Total Skit en zo. Dat vind ik, nee. Dat vind ik dan weer niks. Ik bedoel, ik kijk echt iedereen... Ik heb echt een tijdje lang uitgekeken naar al zijn Rayman episodes en hij heeft er met 3 uitgebracht of zo. Het is inmiddels alweer 3 maanden geleden dat hij begon. Dus zo jammer, hè. Toen had ik zoiets van, weet je wat, ik ga er gewoon zelf in starten. Zelf een Rayman. Wat is nou ja of nee? Waar heb je het over, Emiel? Of zei ik weer veel te veel ja, nee, dat, oké, okay. Sorry. Ja, ik vind het echt jammer. Ja, oké, okay. ja. Ga ik weer. duidelijk, Emiel. Dat vind ik echt jammer, Dexter Boy is op zich wel oké, okay, maar ja. Oh! Kan er nou eens op? Wee! Oh. Jongens, we kunnen naar de bos! En ik ben de vorige ook vergeten, dus die doen we ook nog een keer. We kunnen gewoon naar de bos! Woe! Wel een beetje glitched, maar dat maakt niet uit. We gaan hem gewoon doen. Kijken of ik nog pro skilled kan halen. Dat is lang geleden dit. Gewoon binnen 1 dag al pauze hebben gedaan. Dat is eigenlijk best wel erg. Jongens, ik word te goed in dit spel. Misschien niet meer zo vaak spelen. Maar wel, het is al... Nou, ik denk dat het toch al gewoon een half jaar geleden is dat ik dit geplaatst heb. En geloof me, dat is een hele periode voor mij. Ja, het gaat echt heel hard. Ik had het zelf ook niet verwacht. Het gaat harder. Het gaat harder dan ik heb. Nee. Wat nou endless? Oké. This may take a while. Als het goed is, klop, ja. Nou. Yeah. Nou. Dat was totaal niet geglitst. Hey ho, let's go.
Sky Level. Nee, die. Je bedoelt die Rainbow. Oh, nou dat ging snel. Die Rainbow, daar heb ik echt. Dat vind ik, het is qua design is die vet, maar ik vind het zo'n verschrikkelijk level. Oh god, oh god. Laat maar, wacht even. Rianne, alles is na te kijken op YouTube. Het komt er binnenkort op. En ik ben totaal niet aan het cheaten. Ja. Dan gaan we het gewoon op de manier doen. How it is intended. Oh, je mist S. Oh, lol. Die is wel leuk. Even alle red coins halen. Maar toch bezig zijn. Dan moet ik wel hier omlaag. Ja. En dat vind ik jammer. Er gaat een kind of speedrun. Of zat daar ook nog iets? Dat weet ik dus niet. Zeker omdat ik eigenlijk dat ding helemaal niet zo vet vind. Dat ding dan. Gooi hem weg, gooi hem weg. Kijk niet onder de muntjes, zijn niet interessant. Nee, is dat niks. Oké. Ja, het is de liefde vandaag. Dat is ook wat, hè. Lots of love for everybody. Behalve voor mij natuurlijk. Maar ja. Oh, Rianne? Wil je het in de groep gooien of zeggen van liever niet? Anders, je kan het altijd kwijt. Oké. Okay. Ah, oh. Al. Kan ik natuurlijk dit doen. Haha! Maar als het goed is mis ik dan red points en zo. Oké, de F happened. Oh, you gotta be kidding me! Ik ben gewoon dood. Of je reality escape, die is ook wel leuk, Peter. Die vind ik, ja, die vind ik leuk. Waar is de like button? Yeah, I'm dead. Ik weet niet. Op de een of andere manier gaat het niet zoals het moet. Het ging heel hard, heel goed. Rianne en Elise komt erbij en alles gaat mis. Maar we houden wel van je. Wat? Ik loop een witte klintje. Oh god, dit wordt wel echt heel erg. Dit was echt weer heel vaag. Dit is weer zo'n typisch Wyatt Ricky momentje. Op het einde van de manier werk ik altijd te glitchen op momenten dat het niet moet. Ja, dat is eigenlijk vaak met een glitch. Goed. Yo, ik heb hem geliked, Peter. De real life. Oh my god. Emil! Dat vind ik weer heel eng klinken. Oké. Jezus. Ik ben echt. Waarom glitch ik altijd met livestreams? Ik snap het niet. Ah.
Bel! Zondagnacht, ja. De nachtploeg is bezig. Wat de hel! Jezus! Wat de hel! Ik voel glitches uit. Ik snap er zelf helemaal niks meer van. En ik had het gewoon kunnen skippen. Leuk. Echt, wat de hel. Inderdaad. Gewoon doen, Rianne. Echt, wat de hel zeg. Ik ben aan het glitchen bij het leven. Als het goed is, was het veilig. Nou. Oké, ja. Oh, Rianne kan multitasken. Oké, nice. Emiel, als ik deze moet geloven, dan klopt het fabeltje niet. Of was dat deze? Ik weet trouwens niet zeker of deze was. Maar ik heb laatst een vrouw gesproken die zei van dat is een fabeltje, want vrouwen kunnen dat ook niet. Dat is wat ik van een vrouw heb gehoord, hè? Niet meteen kwaad kan worden, seksist, bla bla bla. Maar dat is wat ik heb gehoord. Van een vrouw. Ja, een vriend van mij die omschreef het ook altijd zo mooi. Dan was hij aan het sms'en met iemand. En dan zei hij, ja maar ik kan goed multitasken. Ik ben met je aan het sms'en terwijl ik zit te schijten. Ja. Sorry dat ik jullie dat trouwens aan liet horen, maar even over multitasken gesproken, als we het er toch over hebben. Nou, hoop ik dat hier die laatste red coin zit, anders moet ik terug. Oh wacht, nee, die laatste red coin zit ook hier ergens. Hier achter, ja. Ja, sorry Elzo! Oh, wacht, ik ken ook vrouwen die alleen al bij het idee van multitasken zeuten, dat ik niet op het voer krijg. Ja, sorry, hey, nogmaals, niet mijn woorden! Het zijn niet mijn woorden! I swear to god! Oh, wacht, ik ben een ATS, dat schiet niet op. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Wij gaan beginnen aan de epische gevechten. Of aan het epische gevecht met een Bowser. Oh, that song. Kijk hoe lang ik erover doe. Dat is één. Zo lang, Bowser! Oh, ja. Whee! Toch starten, ja. Sorry, Emil. Oh, die ging mis. Zo lang, Bowser! Blijft leuk. Oh, oh! Die stond niet helemaal ingepland. Here we go!
Okay.